Daar gefeliciteerd. Het had het team even nodig. Dat is het team zeker nodig. We hebben 4 wedstrijden achter elkaar verloren. En nou, we hebben onze doelstelling gezet om deze in ieder geval te winnen. En de komende 2 wedstrijden ook. Dus dit is alvast een goede gooi in de richting. Met name vorige week was het natuurlijk een regelrechte zepert. Ja, nee, dat schoot echt helemaal niks op. We begonnen heel slecht, kwamen uiteindelijk wel een beetje terug. Maar gewoon niet goed genoeg om daarvan nog te winnen. Of een punt eruit te slepen. Want het was vandaag een wereld van verschil ten opzichte van vorige week. Met een uitstekende balcirculatie van jullie. Ja, zeker. We hebben onze taken vooraf waren goed balcirculatie. Houd vooral snel, want dan kunnen ze niet zo goed tegen. En die taken hebben we gewoon uitgevoerd. En dat zag je vooral in het derde en vierde padje, dat het heel goed ging. Jij bent zeg maar in het voetbal de laatste man, oftewel de mid-achter in het team. Ik zag dat je een lekkere wedstrijd speelde. Ja, nee, die mid-fours had ik goed in mijn eigen zakje. Ze deden precies wat ik wou, dus ik vond het ging echt heel goed. Ja, want je deed het spelende wijs. Ja, zeker. Gewoon niks gebeurt op dit achter. Volgens mij heeft die bal echt geen enkel keer is hij daar gekomen of in ieder geval in het doel gegaan via de mid-four. Hij zei het al, een aantal wedstrijden achter elkaar verloren. Nou komt er een rijtje wedstrijden aan dat je gewoon punten moet pakken te beginnen met vandaag. Zeker, en dat hebben we dus ook gedaan. En de komende 2 wedstrijden is onze doelstelling die ook gewoon al 6 punten te pakken. Natuurlijk zijn er altijd punten van verbetering, Ron. Maar vandaag heb je een uitstekende stap gezet met je team. Hey, dankjewel. Goed gespeeld. Ja, dankjewel. Ja, dat klopt. Vorige week was een beetje, ja, ik denk dat iedereen een beetje wrange nasmaak had. Teleurstelling, frustratie. Vooral omdat je op zich wel een goede reeks had. Van de week hebben we bij elkaar gezeten, iedereen zegt een keer doen. Even de kou uit de lucht gehaald, even kijken wie wat hebt en hoe we daarmee omgaan. En het gerealiseerd hier. Ja, want als je de wedstrijd van vorige week en die van vandaag naast elkaar legt, dan is het 1000% verschil. Ja, hè? Dezelfde klas even goed, weet je, snap jij het nou? Terwijl de DEK net zoveel punten hebben als ons. Nee, weet je, het was gewoon een dip. Het was een beetje euforie. En dus iedereen had verwacht, weet je, oké, die 2 wedstrijden die je verloren had. Ja, dat zijn het nummer 2 en 3, dat maakt op zich niet zoveel uit. Dus iedereen had wel verwacht, de DEK, ja, die pakken we en vooral thuis. Ja, en als je dan niet wint, dan is dat gefrustreerd en slordig spel. Ja, dan is dat een beetje frustratie en teleurstelling. Ja, en als je dat nu vergelijkt, ja, weet je, ik heb echt genoten. Ja, bedunkt na 1/4 al een 4-1 voorsprong nemen en dat bouwen jullie gestaag verder uit. Nee, dat zegt niet zoveel natuurlijk. Kijk, ik heb wel 4-1 voorstaan, dat weet je zelf ook wel. We hebben wel eens meer gehad, hè. Maar, het gaat mij ook meer hoe het spel wat is. En daar gaat het me meer om. Ja. Met een ongelooflijk goede balcirculatie. Ja, dat is belangrijk, hè. En dan hoef je maar niet altijd een doelpunt te maken of de intentie te hebben, maar als je in de laatste seconde nog een keer schiet, probeer dan goed te schieten of een corner eruit te halen, zodat je een nieuwe tijd krijgt voor 30 seconden. En de balcirculatie, vooral de laatste anderhalve periode was dat heerlijk om te zien, hè? En dan krijg je ruimte. Als je met dreiging, balcirculatie, ja, en dan vallen de doelpunten. Ja, over de afgelopen wedstrijden gaan we het niet meer hebben, we gaan vooruit kijken, waarbij je vandaag een uitstekende stap gezet hebt voor de komende 2 wedstrijden die net zo belangrijk zijn. Nee, we hebben van de week ook over gesproken. Leander had een heel goed voorbereid zijn werk. Ik ook, maar hij zegt ja, mijn doelstelling voor 9 punten, 3 wedstrijden. Dat is KC, volgende week DBT en dan Alkmaar. En iedereen heeft dat volmondig ja gezegd. Dus met dit spel moet dat wel kennen. Maar goed, één slalom maakt nog geen zomer. Maar ik dacht dat je meer doelde op de kerst trouwens. Maar je bedoelt op die aankomende wedstrijden. Die kerst haal je wel. Nou ja, na vorige week was het wat minder en nou weer wel, dus we zullen het zien.